Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en een reclamedeal. Een heel goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Club. We beginnen vandaag in Hogeveen bij de enige Drentse derby in de zaterdag hoofdklasse A. Die tussen HZVV en ACV. HZVV staat 12e en ACV staat 5e. Het moet dit jaar eindelijk eens anders dan de afgelopen 4 keer dat er werd gepromoveerd door HZVV. Want 4 keer volgde na promotie degradatie. En dus dit jaar bijvoorbeeld geen protoswering voor de formatie in het rood-wit. Alles op de competitie en de eerste kans tegen ACV in de derby dus. In deze hoofdklasse B is voor de thuisploeg. Het schot was van Lorenzo Valente. Dan ACV, natuurlijk via Hardijk. Voor de goal lopen genoeg spelers. Maar het is ook vol met rood-wit. Want HZVV zakt in, laat ACV het spel maken. En zijn bal een metertje voor de goal langs van Hitte Streutke. Opnieuw ACV met Gijs Jasper. Die het zoeken naar Hardijk. Actie is goed. En dit keer op de benen van Streutke. Jasper. Mulder. Jim de Leeuw, Hardijk. Het is een richtingsverkeer. Derde poging van de spits van ACV. Maar weer niet. Maar hij nadrukkelijk op zoek naar een goal. Dan AZVV misschien weer een keer. Nee, weer simpel balverlies. Zoals eigenlijk in de hele eerste helft. Mulder met de overname. Djemicic met de overtreding. En de vrije bal voor de Assenaren. Mooie plek voor bijvoorbeeld Pascal Huser. Scoorde dit seizoen nog niet, maar doet het nu wel. En wat een mooie goal is dit van de oudspeler van FC Emmen, Heerenveen en Helmond Sport. Schitterend over de muur, Streutke kansloos en de terechte voorsprong voor ACV. Eigenlijk is de score nog matig. Hier gaan de Assenaren weer. Zoek naar een marge van 2, maar Marco van der Heijden kan geen kracht zetten. En dus gaan we rusten met de stand van 0-1. En dan is dit de tweede helft. ACV na rust zonder Nande Wielink. Hij geblesseerd en is vervangen door Stijn Strijker. Voorzet richting Marco van der Heijden. Nu dan de tweede van ACV. Nee, weer niet. ACV houdt HZVV in leven. En HZVV heeft een hele snelle man en dat is hij. Kelly Joao. In de diepte gestuurd door Zomer. Hij is talens kwijt. Schiet op de billen van Schans. De aanval loopt door. Via Djebabu komt de bal bij Fabian Stevens. Ja, dit is voetbal hè. Als je zelf de trekker niet overhaalt, dan weet je dat er een kans komt voor je tegenstander. Die komt altijd. En Stevens, ja, doet het echt geweldig. Schiet hem heerlijk binnen. En de dank gaat uit natuurlijk naar die snelle Kelly Joao. Hij leidde de counter in. Dan een opstootje op het middenveld. Zoals die er veel waren. Een beetje frustratie aan de kant bij Justin Mulder. Die doet niet al te veel, maar moet wel bij de scheidsrechter komen. Na deze actie van Fabian Stevens. Ja, dan wil Mulder zich losrukken. Duwt hij een klein beetje. Maar krijgt hij wel geel. Net als Stevens. Maar Mulder had al geel. Hij moet er dus vanaf met de rode kaart. Is dit overdreven? Ja. Is het slim van Mulder? Nee. En dus 10 tegen 11 in het voordeel van AZVV. En die ploeg profiteert binnen 3 minuten. Het is oud-ACV'er Sander Djemicic die de bal binnenkomt. Uit de corner van Romano Djababu. Ook een oud-ACV'er. Hij komt hoog. Nee, groot is hij niet. Ik wist ook helemaal niet dat hij kon koppen, maar dat laat hij wel zien. 2-1, HZVV, de wereld op zijn kop. En met 10 tegen 11 heeft ACV weinig meer te vertellen. HZVV gaat op zoek naar een derde goal. Komt hij hier, met Djababu. Stevens,
Nee. Nu nog niet in ieder geval. En er komt nog één kans. 3 minuten voor tijd. ACV heeft de handdoek al geworpen. En Jababu schiet naast het bij 2-1. Een verrassende zegen voor HZVV. Ik wist helemaal niet dat jij zo goed kon koppen. Nee, kop is meestal niet mijn specialiteit geweest. Maar ik wist van mezelf dat ik hoog altijd kon springen. En dat bewijst zich bij die corner, denk ik. Wat betekent dit? Deze nederlaag? Dat je 3 punten verliest. En dat je dus in je teamontwikkeling nog niet zo ver bent als je misschien wel hoopt dat je bent als trainer. Als trainers denken dat we meer kunnen brengen als team. Nou ja, daar lijkt het op een vlakke gezien, maar het gaat nu om de details. Nou, dat hebben we vandaag laten zien, dat we daar dus nog niet genoeg in zijn. Dus daar moeten we beter in worden. Nu verschaf je jezelf een klein beetje lucht. Hè, en als je dan een keer onderuit gaat in zo'n andere wedstrijd, hè, dan is dat niet direct fataal. En op het moment dat je nu niet wint, ja, dan ben je jezelf eigenlijk verplicht om al die andere wedstrijden naar je toe te trekken. Nou, dat zal net als vandaag ook niet makkelijk zijn. Hè, want ook dat verschil is niet zo heel groot. Dus het is wel heel fijn dat we met deze overwinning gewoon naar volgende week weer kunnen. De stand in de hoofdklasse B. 2 koplopers met 18 uit 8. ACV staat 7e. HZVV klimt naar plek 10. Dan gaan we verder met de topper in de zaterdag 5e klasse F. Het duel tussen Borger en MSC. Beide ploegen hebben dit seizoen nog geen enkel puntenverlies geleden. René Postuma doet verslag. En in Borger is Sportpark De Drift prachtig gerenoveerd. En deze man kennen we nog van vorig jaar. Wat een verhaal was dat. Damion van Stormbroek van MSC. Genezen van kanker. En heeft alle wedstrijden dit seizoen weer gespeeld. Moet hij wel in achtervolging na amper 1,5 minuut spelen. De eerste kans voor Borger in het groen. En het is direct de treffer. Gijs Roda brengt de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Blijft koelbloedig. Wat een begin in deze topper voor Borger. Goede aanval van die snelle man voorin. En dit is een andere kans. Borger overrompelt MSC in die beginfase. Ah, de voorzet is net een tik te scherp. En Luc Kenter kan er net niet bij. Weer Borger. Nog binnen de 20 minuten. Beiering. Te slap schot. En een eenvoudige prooi voor Florian Gijzen, de doelman van MSC. Maar het publiek in Borger kijkt tevreden toe. Het gaat goed. Tot de 24ste minuut. Want hier wordt het kopduel verloren. En dan is het een treffertje. Max van Dijk staat op de goede plek. Bal lijkt over te gaan, maar het dwarrelt binnen. Misschien gedragen door de harde wind dat hij naar beneden valt. En Edwin Hendrikman, de doelman van Borger, kan er niet bij. Het is weer een wedstrijd. 1 tegen 1. En dus moet Borger weer komen. En dat doen ze ook. Bonne Timmer. Goeie actie. Timmer. Schot. Prima schot. Dito Redding. Gijzen. Maar Borger dringt weer aan. Even later. Kenter. Balletje weer naar Beiering. En dan appel voor Hens. En het fluitje klinkt. En scheidsrechter Entjes heeft een hensbal geconstateerd. Eens even kijken. Ja. Is het Hens? Voetbal begint steeds meer op hockey te lijken. En in plaats van een strafcorner, een strafschop. En die wordt niet onberispelijk, maar wel binnengeschoten. En het is Benjamin Massot die de 2-1 op het scorebord brengt. Borger leidt weer. Maar nog voor rust het antwoord van MSC. Is dat een treffer? Nee, dat is het niet. Schot was van Bjorn Leffers. En het blijft 2 tegen 1. Maar het is nog steeds geen rust. En MSC blijft aandringen. Van Dijk zoekt de combinatie op. Krijgt hem terug. Schoorde al de gelijkmaker. En moeizame redding van Hendrikman. En heeft geluk dat de bal naast gaat. Ruststand 2 tegen 1. Voor Borger. Nog even Tinder bijwerken en dan kunnen we beginnen aan de tweede helft. En het is weer Roda. Goeie actie en de paal via Gijzen en dan in tweede instantie niet. Derde instantie wel. Nee, ook niet. Beiering jaagt die bal over het doel. Het is nog niet de beslissing in de tweede helft. Dit is wel weer een goede poging hoor van Leffers. Maar ook een prima redding van Hendrikman. Tweede helft minder kansen, wel een boeiend gevecht. En dit is vlak voor tijd. 6 minuten te spelen nog. Weer Van Dijk. En daar is de gelijkmaker. 2 tegen 2. Bal. Scheidsrechter ziet het niet. Die zat er toch in? Scheidsrechter Eentjes. Hallo. Dit moeten we nog even terug gaan kijken. Ja, hij fluit hier voor een vrije trap.
En het is Van Dijk die toch nog even bij de scheidsrechter gaat kijken. Die zat er toch echt in, scheids? Ja, dat zien we allemaal. Nou, laten we nog eens gaan kijken. Van Dijk. Hartschot. Ja, die bal valt achter op de staander. Dit is echt een treffer. Iedereen heeft het gezien. Behalve scheidsrechter Eindjes. Die nog wel even gaat controleren bij de assistent van Borger. Maar natuurlijk heeft hij het niet gezien. En dus blijft het 2 tegen 1. En moeten na afloop beide trainers even bij de camera gaan kijken of het nou wel of geen treffer was. Nou, dat hebben we gezien. Hè? Het was een doelpunt. Ja, 100% een doelpunt. Hij kwam terug van de staander achteraf. En ja, eigenlijk wordt ons de 2-2 onthouden. Ziet de trainer van Borger, heeft hij hetzelfde gezien? Ja, we hebben allebei gekeken. En ik moet hem gelijk geven. Ja, hij zat erin. Dus winnen jullie gelukkig? Wij hebben, nou, dat wil ik niet zeggen. We hebben gewonnen, ja. En dus blijft Borger de trotse koploper. 15 uit 5. MSC zakt naar plek 4. 12 uit 5. VCG en NWVV hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Dan naar het duel dat vanmiddag hier werd gespeeld. In de zondag eerste klasse F. Het duel tussen SVBO en GOMOS. Twee ploegen die in het spoor willen blijven van koploper SWZ Sneek. GOMOS in het... Rood. Blauw heeft 7 punten uit 4 duels. SVBO heeft 9 uit 5. Is nog ongeslagen. En komt op voorsprong. Het is de 5e minuut. Het is een omschakelingsmomentje. Exact de kwaliteit van SVBO. En de bal wordt afgerond door Twan Weidijk. Wat een mooi begin voor de formatie van trainer Mark Hegeman. Dan GOMOS. Wat een... matige tot slechte voorbereiding kende. 3 nederlagen uit de beker vloog, maar in de competitie het toch aardig doet. 6-1 keer verloren van Heerenveen. Een subtopper dus. Ploeg van trainer Martin Drent. Zojuist de eerste kans. Dat was van Janne Sieges. En hier opnieuw de ploeg uit Norg. Het is de combinatie tussen Robert Elsinga en Ricardo Smit. En die laatste stuit op Lennon Ebeltjes. De betrouwbare doelman aan de kant van SCBO. Sowieso, SCBO heeft een prima verdediging. Alleen wordt hier geklopt. Het is echt een fraaie goal hoor. De gelijkmaker van GOMOS. In de 29e minuut is Ivo Drent die hem binnenkopt. De voorzet was van Robert Elsinga. Maar teruggelegd door Guido Kolen, de captain. En de goal dus van Drent. 1-1, terecht ook. En eigenlijk is GOMOS beter. Veel balbezit, veel mogelijkheden ook. Zelfs kansen. En hier de volgende. Guido Kolen met zijn linkerbeen. Redding Ebeltjes. Trekker overhalen. Dat moet GOMOS meer doen. Weer Veller in de tweede helft. GOMOS. Opnieuw een kans. Na het schotje. Ja, is een schotje. Jordi van Esch. Geen probleem voor Ebeltjes. Dan SVBO. En weer een kwaliteit van de ploeg in het geel. Niet alleen in de omschakeling is de SVBO gevaarlijk, maar ook bij standaard situaties. Het is 2-1. En de goal is van Dave Wessels. Niet heel erg sterk verdedigd van GOMOS. Mooie bal is dit van Ricardo Smit. Nou, maak hem. Gelijk maken? Nee. Net op tijd de ingreep van Nick Hidding. Bij die poging van Janne Sieges. Blijft 2-1. Inmiddels Maarten Wielens in de ploeg gekomen bij SVBO. Die speelt hier prima in. Krijgt hem terug. Combinatie. Oh, dit is fraai. En geen goal. Redding van GOMOS doelman Elvin Koning. Dan Wielens nog, maar dan is de bal al achter geweest. Dat is een mooie aanval. Vooral het doorspelen van Dylan Wessels was fraai. Dan weer GOMOS. Maar opnieuw lukt het niet. Je hebt het gevoel dat GOMOS nog wel 3 jaar kan voetballen, maar toch niet gaat scoren. Weer de thuisploeg. Aardige poging. Koning, redding en... Wat een kans zeg voor invaller Ronald Gerdes. Dit had de beslissing misschien wel moeten zijn. Maar de gaten worden groter. In de omschakeling komt hier weer een momentje. Sterker nog, er komt een penalty. De overtreding is van Ronald Sloots, de routinier aan de kant van GOMOS. En naar de grond gaat Kroeze.
Koning moet aan de bak. Aanloop Wolbers, hij mist, maar in tweede instantie schiet hij toch binnen. De centrale verdediger van de SCBO beslist het duel in Bargh-Roosterveld. 3-1. Maar speelbeeld tegen de verhouding in. Maar goed, het voetballen draait om doelpunten te maken. En dat doet de SCBO gewoon veel beter. Komt hij hier de vierde? Het zou kunnen. Maar Koning keert de inzet van Davy Wessels. Richting de slotfase. Wielens, de bal gelopen. Herstelt het. Het is Dylan Wessels. Doorgespeeld door Davy Wessels. En dan de voorzet. Op Wielens. Oh, wat mooi gedaan. Goal van Dylan Wessels. 4-1. En dat is ook de eindstand. SCBO blijft ongeslagen. Gomos speelde fris. Maar ja, daar ga je niet mee winnen. Ik vind wel dat wij heel naïef waren op een gegeven moment. We waren op jacht naar de 2-2. En eigenlijk ging het meer naar 3-1, 4-1, 5-1 dan naar 2-2. Want je vergeet gewoon je organisatie. En ik vond het een beetje de jongetjes tegen de mannen. Wij kijken maar niet naar het kampioenschap. Nee, ook niet naar vandaag. En je blijft mee, hè? Meedoen. Ja, we blijven gewoon meedoen. We hebben nog niet verloren dit seizoen. Dus dat mogen we gewoon zo lang mogelijk volhouden. Maar we gaan echt niet zeggen, we willen kampioen worden of wat ook. We willen graag na-competitie aan voor promotie. En daar mooie wedstrijden uit te halen. En, maar ja, vorig jaar wilden we dat ook. Dan word je vijfde, heb je het net niet. Nou, zo hard. Voorlopig SWZ Sneek, koploper 13 uit 5. Gevolgd door Heerenveen. SVBO staat derde, nog zonder nederlaag. VKW 0-0 vandaag tegen Stadspark op plek 4. Dan gaan we naar Gomos op plek 8. En Rode, plek 13, verloren vandaag. Ondanks een 1-0 voorsprong van de koploper met 7-1. Rode heeft 3 punten uit 5 duels. De laatste samenvatting van vandaag komt uit Nieuw-Weerdingen. Het duel Titan tegen KSC in de vierde klasse D. Twee ploegen die het goed doen dit seizoen. René Postuma. Prima omstandigheden in Nieuw-Weerdingen. Vanmiddag alle ingrediënten voor een heerlijke wedstrijd. Maar dat valt tegen in de beginfase. Want echt vlammend is het begin niet. En ja, deze poging van Rick Hendricks gaat ver en ver over. En inmiddels zitten we al bijna op 20 minuten. En geniet het publiek wel van het mooie weer. Maar niet van veel kansen. Maar Titan in die beginfase iets sterker. En ook deze poging is veel te eenvoudig. Het was Julian Bruining die schiet. Maar geen probleem voor Justin Venema, de doelman van KSC. Dan de ploeg uit Schoonhoort. 22 minuten gespeeld. Het is toch wel een aardige kans. En hier had wel wat meer uitgehaald kunnen worden. Het schot was van Stijn Vrielink. Daar ging net naast, zag het. En dan Marcel Hamberg. Hamberg. Met een leenballetje. Nou, die had een beter lot verdiend. Dan werd onderweg nog aangeraakt. De corner zou niets opleveren. En dan weer KSC. Speelt iets meer. Dit is weer Vrieling. Ja, is het een doelpoging? Is het de voorzet? Het laatste leek het meer. Maar was niet goed genoeg. Dus blijft het 0-0. Maar de kansen zijn schaars. Vanmiddag in Nieuw-Weerdingen. Dan 10 minuten voor rust. Weer is de thuisploeg. Is een aardige actie. Thijs over. Ja, prima voorzet. En daar is de 1-0. Harm-Jan Moesker. En die kijkt dan naar de zijkant. Ja, hier. En ziet de vlag omhoog. En dan wordt er even overlegd. En dan blijkt dat het buitenspel is. En gaat ook deze treffer niet door. Ruststand 0-0. Tweede helft. Zonnetje komt erbij. En dus kan het alleen maar beter worden in de tweede helft. Amper 5 minuten gespeeld. Thuisploeg komt goed uit de kleedkamer. Weer Moesker. Zag dus zijn treffer afgekeurd worden. En ja, is hier op zoek naar opnieuw de openingstreffer. Maar dit keer uitstekend gekiept door Venema. En dan gebeurt er weer een hele lange tijd niets. Inmiddels al ruim 26 minuten in de tweede helft onderweg. En dit lijkt een strafschop. Het fluitje van scheidsrechter Poort klinkt niet. Het wordt gewoon doorgespeeld. Nou, nog maar eens een keertje gaan kijken. Is dit wel of geen strafschop? En eens even kijken, er is licht contact. Ja, er zijn scheidsrechters die hiervoor fluiten.
Maar deze scheidsrechter uit Delfzijl doet het niet en dus blijft het 0-0. Het is wel een aardige poging. Vrije trap is van Jordin Blaak, maar ook prima gekiept door Raymond Poede. Ja, en dan is het de vraag, krijgt dit duel nog een winnaar? Gaat het publiek nog een doelpunt zien? Ja, dan moet het nu wel haast gebeuren, want we zitten in de slotfase van de wedstrijd. Hendricks. Veel tijd om een goede voorzet te geven. Nou, krijgt dan nog een herkansing. Dit is wel een aardige voorzet. Invaller Julian Teveen had de wedstrijd kunnen beslissen, doet het niet. En een matige topper eindigt in 0-0. Ja, ik had me er ook op verheugd. Tegen Titan zijn mooie wedstrijden. Vorig jaar hier 3-3. Ja, vanmiddag was het niet best van beide kanten. Het was flipperkast. Er zat weinig voetbal in vanmiddag van beide kanten. Hoe kan dat? Ja, zeg maar. We speelden toch in iets andere samenstelling. Misschien heeft dat er wat mee te maken. Maar ja, dat is ook niet echt een excuus. Het was gewoon veel strijd. Vooral op middenveld. Weinig kansen. Ja, dan vermaak je je niet echt. Het was een hele saaie middag wat dat betreft. Het weer was wat dat betreft misschien nog het mooiste van alles. Maar de wedstrijd, nee, daar werd je niet warm van. Nee. Nee. Heb je daar een verklaring voor? Want het zijn toch twee ploegen die over het algemeen willen. Vorig jaar 3-3. Ja, ik denk dat we elkaar behoorlijk in de houtgreep hadden. En dat er gewoon heel weinig ruimte was om te voetballen. En nou ja, goed, we missen voorin wat creativiteit om wat te creëren. Het was wel heel hard werken met elkaar en daar ben ik hartstikke tevreden over. En eigenlijk ook wel over de uitslagen, want we hebben niet verloren. Maar goed, er zat gewoon niet meer in vanmiddag. Nee. En dat toch, vlak voor tijd, kun je hem toch nog beslissen, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En we hebben een goal gemaakt waarvan een al of niet buiten spel was. Dus ook nog even kijken vanavond. Maar ja, vlak voor tijd hadden we hem nog op de schoen. Maar goed, als je de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik dat we heel goed kunnen leven met 0-0. En dus is Zwiel de lachende derde. Zij winnen vandaag met 5-0 van DSC 65. OVC 21 staat tweede samen met KSC Titan op plek 4. Door een jubileum van tegenstander de Griffioen is het onze clubsterrenteam Elim zomaar een weekend vrij. Voor verdediger Wesley Boertien het uitgelezen moment verder te bouwen aan zijn huis. Maar waar knapt hij het liefst vuilwerk op? Achterin, 100%. Ja. De gevreesde stopper van Elim bouwt een huis in het dorp. Opbouwen van achteruit, maar dan net even anders. Nou, hier is de hal. Komt de wc, trap naar boven. Dan ga je naar binnen. We willen hier de woonkamer maken. En dan draai je door, heb je hier de keuken. Dan kan Kim al het werk doen. Mijn schoonvader die doet een boel. Dus het is wel redelijk druk. Maar die jongens helpen me wat. En we hebben niet zo heel veel drukte. Dus het komt allemaal wel goed. Een vrije zaterdag, wat vind je daarvan? Helemaal niks. Gewoon 's middags de wei in, later de kantine even in. Dat hoort erbij. 2 jaar ging Boertien op avontuur bij Hogeveen. Daarna keerde hij terug in het rood-wit van Elim. 1 jaar goed, 2e jaar wat minder. Boel in 2e. Dus ik denk dat is niks voor mij. Ik ga lekker terug naar Elim. Maar direct kampioen. Dus dat is altijd mooi. Dus nou, bijvoorbeeld naar 2e klasse. Helemaal fantastisch met zo'n klein dorp. Mooie groep. De jongens kunnen ook goed voetballen. Plezier is belangrijk. Dus dan sta ik voorop bij ons. Of nou winnen of verliezen. Nou, of dat helemaal waar is. De eerste 4 duels als promovendus verloor Elim. Daar waren ze goed ziek van. Vorig weekend werd Wolvenga met 1-3 geklopt. Ja, dat is een win. Normaal verliezen we niet zo heel vaak. Dus nou, weet ook weer wat dat is. Ik ben er zelf wel heel makkelijk in van als het nou terecht is of niet terecht. Ja, zonde. Volgende week moet je gewoon beter je best doen. Nou, dan kwam afgelopen week van daar. Gelukkig. En de bijkeuken, ook niet onbelangrijk. Boertien is dat type speler dat je liever naast je dan tegenover je hebt staan. Ik ga denk ik wel vol de duels in. Dus, ik ben niet bang voor een duelletje. Ik ben verbaal altijd wel aanwezig. Ik sta mijn mannetje. Ik wil een ander altijd helpen. Heb je wel eens ruzie in het veld? Zelden. Hebben ze wel eens ruzie met jou? Dat wel. Ook op zijn vrije dag maakt Boertien zich smerig. Volgende week gaat de verdediger met het Onze Club Sterrenteam op bezoek bij DZOH. Wat lastig, denk ik. Ja, maar nu doet het wel goed. Maar ja, des te groter is de verrassing als wij gaan winnen, denk ik. Het is zover Onze Club voor vanavond. Volgende week zondag zijn we er gewoon weer. Wat mij betreft heel graag tot dan.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en een reclamedeal.